We beginnen meteen met deze villagers. Hé, hey, jij hebt wel een hoed. Ja, de vorige aflevering heb ik hier mijn hoed in de vuilnisput gegooid. Er is niks gebeurd, helaas. Niet dat dat ook kan. We gaan vandaag proberen uit deze village te ontsnappen. Het is zo vreselijk. Natuurlijk niet. Maar even kijken of we ergens een plekje kunnen vinden om te gaan kunnen wonen. Maar het begint ook alweer nacht te worden. Ja, ik kan... Ja, dat gaan we meteen even doen. We gaan meteen even een bed craften. Zo. Woep. Ja, even weg. Zo, zo. Een white bed. We kunnen meteen even ergens gaan slapen. Dan gaan we ook even tools maken. Zo. Ik nak jouw huis even. Dat is mijn bed nog. Oh, hier. Nee, ik doe gewoon weer weg. Ben ik altijd de enige of... Of zijn een van jullie ook altijd die altijd op die bedden spammen? Ah. A few inches later. Duurt lang. A few inches later. A few inches later. Gedraf. A few inches later. Gewoon niet eerlijk. A few inches later. Ja, eindelijk. Mijn bed. Oh, ik sla de deur van mezelf dicht. Nou, wat een heerlijke dag is het weer in Minecraft. Dat schaap. Oké, we gaan... Ik denk dat ik nog even één boom meeneem. Oeh, dit is heel chill. Nu kunnen we meteen al een nether portal maken. In ieder geval als ik dat nog kan. Oeh, dat is heel chill. Dat ga ik ook gewoon meteen even proberen. Misschien wordt het wel een Minecraft speedrun. En dat sowieso niet. Zo, ik hak dit nog even om. Mooie bladeren. Niet. Nou, deze ook nog even weg. Natuurlijk kom ik daar weer niet bij. Heb ik een blok wat makkelijk kan weg? Ja, dat heb ik. Die weg. Die erop. Laatste. Deze even weg. Die ook even weg. Dus als eerste even moeten doen. Ik denk dat het handig is om een bucket te maken. Neem ik jou even mee. En ik haak ook even meteen wat dirt. Zo, ik ga eerst even alles naar hier naartoe doen. Anders is er even veel te veel drama. Die heb ik nodig zo. En even mijn dirt. Dan neem ik even 14 dirt mee. Het lijkt me nu nog niet verstandig om in de te gaan. Omdat ik ook nog helemaal geen armor heb. En mijn hoed ben ik kwijt, dus dan ga ik sowieso dood. Fuck, hoe ging het ook alweer? Dan moet je... Zo. Nee, je moet zo. 4. Zo. 1, 2, 3, 4. Zo. Deze twee weg. Dan hebben we wat water nodig. Dan moesten we dat hier plaatsen. Die is gaan niet overal. Ga even allemaal weg. Oh shit. En hier plaatsen. Zo. Afplaatsen. Oh, als ik het verkeerd doe, hè. Nee, ik doe het goed. Ik doe iets goed. En dan moeten we nog... Ik had eerst deze moeten doen. Zo. Dat er nu nog meer drama gaat worden.
Oh, ik doe het niet goed hoor. Dan moet ik nog even eentje pakken en dan zo. Eentje. Zo. Even allemaal weg. Moet er nog een biggie in de laaf of leek het zo? Ja, waarschijnlijk leek het zo. En dan hebben we hier onze nederpoort, alleen we kunnen het nu nog niet. Wacht, we kunnen het wel. Ik heb al. Hey, ik heb meteen geluk. Zo. Ik ga erin en er meteen weer uit voor de achievement. Oh, gelukkig. En zo, laat die weer gekund. Oh ja, ik moet trouwens mijn map even uitzetten in de. Ik heb volgens mij eerder met deze mod gespeeld. En als je hiermee in de nether gaat en je doet even één keer zo. En dan naar de overworld en je doet zo, je kan deze nooit meer veranderen. Deze blijft dan vierkant. En dan is die map gewoon veel te groot. Het glits gewoon. Ik doe even zo. Ik krijg het ook laat ik even hier. Dan maak ik even brood erbij. Zo, klaar. Ik doe sowieso even. Ja. Even een screenshot. Dan ga ik even kijken. Oh, het is zo. Dus eigenlijk moet wel wat gaan minen. Wat kolom, dat zag ik daar al. Ik had toch net. Ja, kijk, ik heb genoeg. Maak even wat sticks erbij. Zo, alleen even een pickaxe. Die kruidentelp laat ik gewoon staan. Een ei. Dat is ik leuk. Wacht. Lava, waar ben jij? Dag. Zo. Daar gaan we. Is er eigenlijk, bestaat er iemand op de wereld die die pickaxes altijd helemaal gebouwd tot ze op zijn? Volgens mij, ik denk serieus echt gewoon niet. Maar het kan zijn dat ik het mis heb. Neem het kool even mee. Ik kan nooit genoeg kool hebben. Kijk eens, hier nog wat. Hier nog wat. Hier nog wat. Daar hebben we ook nog wat kool. Dan nemen we dit ook nog even mee. Kip. Dat was niet de bedoeling. waarom was het zo geluid? Ik weet sowieso dat dispensers maken dat geluid ook. Dat komt, ik zei in de vorige aflevering, ik heb een crossbow, is een gun. En ik heb daar het geluid van veranderd. Alleen blijkbaar geldt dat voor, denk ik, alles wat schiet ofzo. Dus waarschijnlijk zal dat ook voor enderpearls, eieren en sneeuwballen gelden. Ja, het is wel grappig. Maar bij een dispenser, wat het op een gegeven moment gaat vervelend worden. Jezus. Maar het is ook wel weer grappig. Alsof je gewoon een granaat gooit. Terwijl je gooit gewoon een ei. Oh, met een vriend van mij. Oh, hey, koppen. Hey, koppen. Oh, want koppen is toch zo raar, hè? Je vindt het nooit. En nu vind ik het. Je vindt het echt overal. Kijk, hier, daar, koppen. Met een vriend van mij hebben we een survival wereld en we gooien alleen maar eieren op elkaar. En wij delen heel vaak het resource pack samen. Dus ik ga waarschijnlijk straks dit resource pack naar hem doorsturen en dan gooit hij een ei en ineens komt er een bonkje uit, terwijl hij dan niet eens door heeft. Waarom loop ik eigenlijk helemaal hier naartoe? Het wordt ook alweer nacht. Oh ja, trouwens, die zon is niet van het resource pack. We hebben de Teletubbieson. Want dat zat niet bij dit resource pack in, maar die heb ik er zelf in gezet. En dat is toch het beste wat er is. Een normale zon? Nee. Baby of een Teletubbieson? Ja. Toch, Kip?
Doei. Nee, het vlees ging er ook in. Dat is jammer. Maar ik denk dat ik het weer laat voor bij deze aflevering. We hebben weer een hoop gedaan. We hebben nu al een netherportal. Dat is echt mega snel. Ik weet niet of ik dit ooit al eens een keer sneller... Jawel, ik heb het ooit een keer sneller gedaan. Nou ja, tot de volgende aflevering. Doei doei.